Vrijdag 7 april, Scheveningen. Even een korte update. Ja, ik denk dat het gros van de burgerij wel in de gaten heeft dat het natuurlijk een drama is. Van de 72 boomkokottes die anderhalf jaar geleden nog ingeschreven stonden, en we bevinden ons nu aan boord van zo'n boomkokotter, zijn er nu nog maar 40 operationeel. Dus dat betekent dat bijna de helft van de Nederlandse boomkorfvloot eruit is. En het is een drama voor de jongens. Ze hebben nog steeds geen brandstofcompensatie gekregen, terwijl dat in andere landen wel het geval is. In Frankrijk hebben ze het zelfs verlengd. De boomkokotte waar we ons nu op bevinden, die zal voorlopig nog wel in de vaart blijven, gelukkig. Want dat houdt Scheveningen ook nog een klein beetje in beeld. Maar ik vermoed dat voor 31 juli, ik meen dat dat de laatste de datum is dat er nog ingeschreven kan worden voor de sanering, dat we dan misschien nog maar 35 boomkokottes over hebben. Ik sta hier voor een kist met mooie grove wijting en ook kabeljauw. Het zijn toevallig niet de soorten die gevangen worden door die boomkokotters, want dit zijn soorten die komen voornamelijk in de noordelijke Noordzee voor. Maar onze boomkorfvloot die vist wel op tong, schol, tarrebot, giet en schar. En ja, als je van 72 boomkokotters teruggaat naar 35, dan betekent dat dus dat nog maar de helft aangevoerd gaat worden. Dus de voedselvoorziening voor de overige Europese lidstaten komt toch wel een klein beetje in een gevaarlijke zone. Want uiteindelijk gaat 95% van wat hier in Nederland aangevoerd wordt naar landen zoals Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, Zwitserland. Met name in Italië, daar zijn ze dol op onze Noordzeetong en onze Noordzeeschol, Platessa Platessa. Dus ja, hier in Nederland eten we jammer genoeg veel te weinig Noordzeevis. Dus daar valt de pijn denk ik nog wel mee, maar uiteindelijk maken we deel uit van de Europese Unie. En ja, de rest van de Europese lidstaten die zullen dus straks wat tevreden moeten zijn met veel minder Noordzeevis. En dat is wel heel erg jammer. De primaire sector ligt gewoon veel te zwaar onder vuur. Jammer, want we hebben te maken met een kabinet wat ontzettend onbekwaam is. En ja, de vissers, de boeren en de tuinders die zijn de klos. En, ik hoop dat Carolien van der Plas daar verandering in kan aanbrengen de komende maanden. Want het is wel nodig dat we de primaire sector op peil houden. Want ik bedoel, als we geen voedselvoorziening meer hebben, ja, dan zullen we alles moeten gaan importeren vanuit het buitenland. En dan zijn we daarvan afhankelijk. En ik denk niet dat dat heel erg prettig is om naar uit te kijken. Klaar.